deze nieuwe video op dit YouTube-kanaal. Vandaag gaan we weer Eftelingse school houden. En ja, we gaan eigenlijk meteen beginnen. En ja, veel kijkplezier. Feitje nummer 1. En dat is, wist je dat Droomvlucht 73 figuren telt? Ik heb ze zelf nog nooit allemaal kunnen tellen. Maar ja, ik had op het internet opgezocht en telt dus 73 figuren. Ik wist niet dat er zoveel waren, maar blijkbaar dus wel. En dan feitje nummer 2. En wist je dat het hoogste punt van Python 29,05 meter is? Het is wel heel nauwkeurig afgerond, maar ik had het opgezocht. En omdat het zo nauwkeurig was, denk ik van nou, dat is dan echt leuk om te vertellen eigenlijk. Feitje nummer 3. Wist je dat Pandadroom 23 miljoen euro heeft gekost? Dat is dus echt al veel geld. En het is ook een van de duurste Efteling attracties. Maar dat is feitje nummer 4. Hoeveel WNF daarvan heeft betaald. Feitje nummer 4. Wist je dat? En nu komt die. WNF 7 miljoen euro van de 23 miljoen euro heeft betaald aan Pandadroom. Voor de bouw van Pandadroom. Feitje nummer 5. En die is ook weer toepasselijk aan Pandadroom. Wist je dat Fabula 3,5 miljoen euro heeft gekost? Maar ja, er zitten dus alle kosten van de film bij. Maar ook ja, de kleine verbouwingen en zo. Dus dat is eigenlijk op zich best wel weinig. Maar ja, wel interessant om te weten, denk ik. Feitje nummer 6. Wist je dat Fata Morgana eigenlijk eerst Fata Medina zou geheten hebben? Ik vind Fata Morgana toch echt wel beter klinken eigenlijk. Maar dat komt misschien ook omdat ik het gewend ben. Maar ja, Fata Morgana heeft ook echt een betekenis. Ik weet niet of Fata Medina dat ook echt heeft. Volgens mij niet echt. Dus ik vind dit wel een betere naam. En dan last best. En dat is feitje nummer 7. Wist je dat de hoogste punt, of eigenlijk de toren van de Vliegende Hollander, 22,5 meter hoog is? Dat is echt wel best wel hoog, maar niet super hoog. Goed, en dan gaan we naar interactie met de attractie. Met vandaag in de hoofdrol Villa Volta. En wat is Villa Volta nou eigenlijk? Nou, het is een madhouse van Vekoma. Een van de eerste madhouses van Vekoma. En de eerste zelfs van Vekoma, van dit type. En ja, wat is het nou? Nou, je komt eigenlijk op het plein, het Ton van de Venplein. En dat is het plein bij Droomvlucht, de Ravelijn, de stoomtrein ook, het station. Maar ook dus Villa Volta. En dan loop je dus een klein pleintje op en daar zie je Villa Volta. Het is een heel statisch landhuis met bovenop een vrouw. Dat is eigenlijk waar het verhaal een beetje om draait. En dan ga je eigenlijk de wachtrij in. De wachtrij is best simpel aangekleed, maar wel hele gave muziek vind ik altijd. Een van mijn favoriete muziekjes van Villa Volta. Van Villa Volta, van de hele Efteling, ik luister hem graag in mijn vrije tijd ook. Ik vind echt wel gave muziek, gaaf gecomponeerd. Maar in ieder geval, die wachtrij is eigenlijk heel simpel. Op dit moment allemaal met spatschermen en zo, maar we gaan het even hebben over Villa Volta zonder coronamaatregelen, dus buiten corona. En ja, op een gegeven moment ga je dus door klapdeurtjes eigenlijk en die tellen hoeveel mensen er in de attractie kunnen. Want er kunnen natuurlijk niet te veel mensen in de attractie, want op een gegeven moment is er gewoon geen plek meer. In ieder geval, als je daar dus door bent, dan kom je in een klein zaaltje. Eigenlijk een soort van de schuur, denk ik, van Hugo van der Loonse Drunense Duinen. En ja, daar gaan ze het hele verhaal vertellen van hoe de dorpelingen het beleven en zo. En ja, dat is eigenlijk best wel gaaf gedaan met de gave muziek en zo. En ja, dat eigenlijk. Er zit ook nog een kleine leuke jumpscare in. Op een gegeven moment klapt er een schilderij naar beneden. Maar daar ga ik niet te veel van verklappen. Als je nog nooit Villa Volta hebt gedaan, zou dat natuurlijk jammer zijn als ik dat nu ga verklappen. En op een gegeven moment kom je dan eigenlijk door de deuren. En ja, dan ga je naar de tweede ruimte en daar zit Hugo lekker hoog, zodat mensen er niet bij kunnen bij de animatronic. En ik vind dat altijd een van de mooiste animatronics uit de hele Efteling. Want ik vind zulke gave animatronics eigenlijk, omdat het eigenlijk echt veelzijdige bewegingen heeft. En ja, dan ga je daar eigenlijk dus in. En dan krijg je een verhaaltje vanuit Hugo en hoe Hugo het beleefd heeft en of je hem wil helpen door met een reine ziel
de attractie in te gaan en zo. En echt gaaf gedaan. Het is een beetje een woonruimte, zeg maar. Er staan nog wel oude attributen. Leuk, fun fact. Er staat een schilderij van Ton van de Ven, de ontwerper van de Efteling, van deze attractie en ook een heel groot deel van de Efteling. Er staat een schilderij van in Villa Volta. En dan ga je eigenlijk, dan word je op een gegeven moment, gaan de deuren open. De deuren openen in uw richting, wordt er dan gezegd. En dan ga je een kleine gang door en dan kom je in de hele imposante zaal waar het straks allemaal gaat gebeuren. En dan begint eigenlijk de hele attractie. Het is echt wel een gave attractie hoor. Het draait allemaal rond, gave muziek, veel details. Ook in de vloer zit op een gegeven moment een detail, zie je af en toe iets tevoorschijn schieten. Dat is echt wel gaaf gedaan. Ik vind dat altijd wel een leuk effect. Ik kan het alleen nooit zo goed zien doordat ik er nooit echt op focus, terwijl ik dat wel probeer eigenlijk, maar ik denk er nooit echt aan. En ja, dan draait echt alles rond, de bank draait een beetje mee, maar het is vooral natuurlijk het omhulsel wat draait. En op een gegeven moment is dat voorbij en dan ben je eigenlijk al een heel eind uit de attractie. Je hebt ook nog een rolstoel variant, dan kom je, volgens mij draai je dan gewoon de voorshows mee, maar op een gegeven moment ga je een deur rechts in en dan zie je de film van hoe het gaat daar binnen. Wel gaaf gedaan. En dat was eigenlijk Villa Volta en dan gaan we nu door naar Historie in de Efteling. Goed, het is ondertussen even avond geworden en ik neem dit nog eventjes later op. Maar we gaan door naar het derde lesuur en dat is Historie in de Efteling. Goed, en dan dus Historie in de Efteling. En waar gaat het vandaag nou over? Nou, op de periode voor 2000. Dus wat is er nou eigenlijk allemaal bijgekomen sinds 2000? En waarom ga ik dit vertellen? Nou, omdat ik het zelf eigenlijk best wel fascinerend vind wat er allemaal is bijgekomen. Laten we eventjes meteen beginnen. Het kan zijn dat ik af en toe wat dingen vergeet natuurlijk, omdat het eigenlijk zoveel is. Dat het niet normaal is. Natuurlijk beginnen we met Pandadroom. Voor het 50-jarig jubileum van de Efteling hebben ze toen Pandadroom gemaakt. Dus dat is nummer 1. Daarna komen we bij Vliegende Hollander. Die is in 2007 geopend. Zou eigenlijk in 2006 openen. Is toen een jaar uitgesteld vanwege problemen met de ketting. Komt door Koenbak. De leverancier van de Vliegende Hollander. Daarna komen we volgens mij bij Joris en de Draak uit. Die ging natuurlijk in plaats van Pegasus. Dit is onder het bewind van Bart de Boer, helaas een jaar geleden ongeveer overleden. Maar die heeft ervoor gezorgd dat de Efteling met 1 miljoen bezoekers kon stijgen. Dus dat is echt ontzettend veel. Maar dat komt omdat hij natuurlijk ook veel attracties heeft neergezet. Dus dan hebben we Joris en de Draak. Dan hebben we Ravelijn. Mag ik die meetellen? Ja, dus eigenlijk wel. Aquanura, Baron 1898, Symbolica, Max en Moritz. Maar natuurlijk ook de ombouw van Nest natuurlijk. Wereld van Sindbad is erbij gekomen. Het zijn echt superveel attracties eigenlijk. En ik weet zeker dat ik er nu nog enkele vergeet. Gewoon omdat het er eigenlijk best wel veel zijn. En natuurlijk de herbouw ook van Python. Er is echt heel veel bijgebouwd de afgelopen 20, 22 jaar. Het is nu 2022. Ik blijf altijd een beetje hangen op 2020 of zo. Maar misschien omdat ik corona ellende wil vergeten. Maar in ieder geval, goed zo Tim. Gaat lekker. Het is ook al laat. Dat was eigenlijk een beetje geschiedenis in de Efteling. Want er zijn dus echt ontzettend veel attracties bijgekomen. En de spectaculairste zijn er eigenlijk bijgekomen in deze jaren dus. Maar we gaan nu snel door naar de pauze en dan naar Knutsel de Frutsel.
schiphol niet spijtig is. Dat is voor een volledig geschiedenis. Stay on board your ship, merchant travelers, until the storm has completely died down. Goed, en dan gaan we nu naar Knutsel de Frutsel met vandaag als hoofdonderwerp, de Lego. Je kunt dus met Lego kun je ook Efteling gebouwtjes bouwen. We hebben er thuis al verschillende gemaakt en zo zijn de Villa Volta voorbij gekomen, Max en Moritz. En daar kun je echt veel mee en dat is leuk om te doen en lekker veelzijdig. Dus ik zou zeggen, zeker dat doen. Of je gaat gewoon lekker naar de Efteling als je een abonnementje hebt. Daar zou ik voor kiezen. Maar je kunt dus ook Lego Efteling bouwen. Ik denk superleuk. En sorry dat de camera wat onderbelicht is. Maar dat komt dat het dus 's avonds is. En dan pakt hij hem niet. Ja, hij pakt hem wel, maar het is gewoon donker. In ieder geval, we gaan nu door naar de afsluiting. Met nog een kleine mededeling, vanaf volgende week denk ik zal het lesrooster van de Eftelingse school wat gewijzigd raken. We houden het op 4 lessen, maar ik ga wat nieuwe dingen proberen te verzinnen. Omdat bijvoorbeeld Knutsel de Frutsel loopt een beetje, een heel eind naar zijn einde. Ook historie in de Efteling loopt een beetje vast, maar dat komt allemaal wel goed. Historie blijft denk ik wel. In ieder geval dus vanaf volgende week een veranderd lesrooster. En lukt het vanaf volgende week niet, dan in ieder geval vanaf die week daarop. Morgen ben ik weer lekker in de Efteling, dus ik ga extra video's maken. Stel er komt ooit nog een lockdown of kan een keer een week er niet zijn, dan heb ik extra video's. Dus dat is al de tweede keer dat ik deze week ben. Ja, en dan kan ik dus mooi wat extra video's opnemen. Voor de rest, vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En bedankt voor het kijken naar deze video. En tot dinsdag. Nee, maandag. Maandag zijn we er weer met een onderhoud, denk ik. Doei doei!